Vrienden en collega's, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Na de Pauze. Podcast dit keer vanuit Veghel, DJ Gear met Ronald van Grotel. Ja, dus eigenlijk in één keer goed, hè? In één keer goed. Ja, heel goed. Ja, nee, <laughs> hey, um, ja, take twee. Dat weten jullie natuurlijk niet. Maar er uh, uh, kwam een klant langs en dan moet je ook helpen, hè? Ja, ook in deze tijd als er een klant komt, dan moet je er wel dus, zijn. Hè? Ja, nou, nu is de klant zeker koning. <laughs> <laughs> ja, we gaan open doen. Inderdaad. Ja. Ja. ja, en degene die nu een nieuwe gaan staan, je hebt echt pech gehad. <laughs> Niemand aanwezig. Nou ja, Erik is nu nog even op vakantie voor de laatste keer. Ja. En ik heb doorgeschakeld op, de, op, de, op de mijn telefoon, op mijn boeiel. Dus als het aan de hand is, dan, dan krijg ik het wel te horen. Ja, het is de laatste week van de vakantie, hè? De ja, de daarom. Dus. En uh, de, meestal weet ik wel wat er dan speelt en zo. En last minute dingen. Ja, ja. Dat, dat. de gesproken op vrijdag. Het is vandaag vrijdag. Uh, heb, heb je daar wel last van. Maar ja, het is nu zo rustig geworden. Het is uh, helemaal niks. Nee. <laughs> nee. Nou ja, je zei nog dat je de dingen voor Lowlands uh, weg aan het brengen was. Voor de melkweg volgens mij. Ja. Twee mixetjes. Zo. En dan was het dat. ritje Amsterdam. Ja. Nou ja, je bent toch even op uit. Ja, zonder meer. Ja. ja. Hé, hey, um, hoe gaat het met jou? Ja, ik denk, uh, het gaat met ons hetzelfde als bij de meeste bedrijven in, de, in onze branche. Niks, hè? Nee. Of bijna niks. Dus, nee, precies. Uh, het is echt, uh, van 100% terug naar uh, misschien 2%, hooguit. Ja. Uh, ja Rendman is... gaat één keer per week aan. Het is een kwestie van overleven, hè? Ja, 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 ja het is heel erg herkenbaar. Ja. Tenminste... Ik heb niet zo heel veel toeleveranciers in de podcast. Dus ik vind het wel, wel fijn om dan ook even iemand weer te spreken die ook in uh, met, uh, ja, met de plastic in de VU zit. Ja. Uh, hè? Maar want ik spreek, ik spreek heel veel freelancers. En die zijn nogal wat flexibeler in wat ze kunnen doen en laten. Zeg maar. Als ze iets anders hebben waar ze goed in zijn, kunnen ze meteen dat gaan doen. Ja, zonder meer. Dan zie je ook bij heel veel mensen nu die uit. De industrie stappen en in een keer uh, elektricien worden uh, zonnepanelen gaan leggen uh, ja. houtbewerking uh, ja noem maar op ja. uh, het flaalt alle kanten op, op dit geef eens ongelijk nee ja, groot gelijk je moet blijven doorgaan precies door, uh, ja en de kans bestaat natuurlijk van ja meer geld verdienen wat wat uh, hè, dus wat, 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 wat ja wat stabieler ja. ook ja. In Of meer weekend thuis ja. als ze nou weer terugkomen dat is wel een risico ja zonder meer ja, we hebben ja, we, we gaan, gaan dit zien. jaar ook voor de eerste keer paaseieren gezocht. Oh, dus ja. ja, ik zeg al, bedoel, ja, dat lukt normaal nooit. Nee, was het een hele rare zomer voor jou? Ja, een hele andere zomer. Ik heb al meer uh, tijd voor, uh, voor de kleine thuis gehad, voor ja. de vrouw. Die is best wel fijn vond, denk ik. Ja, heel fijn. Dus uh, ja, er zit ook een keerzijde aan? Ja, dat, dat is dus de keerzijde van het verhaal. Normaal nooit op vakantie in deze tijd. Alleen maar het haasten. Alleen maar het rennen, alleen maar aan het uh, knallen. Uh, uh. Ja, ik zou willen dat we weer konden knallen. Maar, ja. maar nu, als het echt niet kan, ja, dan, dan, dan moet je er ook van genieten van de andere kant van het verhaal. Zeker. En, Kom, uh, ja. We hebben een mooie zomer gehad. Mooi weer. Ja, ja prima. Ik bedoel, uh, ja, je bent net ook terug van Mallorca, begrepen ja, ja. Hoe was het daar? Ja, ook verschrikkelijk. Qua, uh, niet qua weer, maar wel qua situatie. Hotelzicht, hotels dicht, uh, Al die kroegen, uh, dingen. Het ja, is gewoon een drama. Ik bedoel, ja. Al die mensen ook. Bedoel, wij zitten in deze tak, maar die tak... Hetzelfde verhaal. Bedoel, ja. gewoon, uh, ja. Ja. Heel raar om daar te zijn en alleen maar locals tegen te komen. Bijna geen toeristen. Ik bedoel, uh, nee. Verhouding toeristen, eigen mensen. Ja, bedoel, ja, normaal gesproken dan, dan irriteer je aan alle uh, buitenlanders die er zijn, aan alle Engelsen die er rondlopen. Ja, ik was in Magaluf. Ja, ik heb nog nooit zo'n leeg strand gezien daar. Nee. Dat, dat was echt, uh, anderhalve meter lukt er wel. Ja, ja, ja. 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 ja, ja. Hey, um, Onder andere Magaluf. Ja, ik ben benieuwd hoe het met jou begonnen was. Uh, waar is de passie voor muziek, voor dj, voor ja, van alles eigenlijk bij jou gaan, gaan borrelen? Nou, ik ben, uh, um, dat is lang geleden. 1983 ben ik begonnen met draaien in een uh, in, in jeugdshow's bij ons in het dorp waar ik woon in Brabant. Uh, heel klein, iedere vrijdagavond tussen uh, half zeven en tien moest om tien uur thuis zijn hè ja. ja streng streng ging misschien wel iets langer door maar uh, ja nou, zo ben ik begonnen met draaien en uh, uiteindelijk ben ik steeds meer gaan draaien mijn ouders die werkten vroeger uh, Eurostrand Kempenvenne Centerparks nu tegenwoordig dat was een discoteek was een DJ ziek geworden in de zomervakantie en ze moesten een DJ hebben en te ik, ja, uh, laat mij maar gaan ik stond in de afwaskeuken toen de tijd ja een klein mannetje van een jaar of uh, 16 of zo ja dus uh, ja, toen ben ik begonnen met uh, daar te draaien. Ja, van het ene komt het andere. Je gaat eraan uitgaan, centrum. Je gaat uh, bruiloften, partijen, feesten, dingen doen. Ja. Is het dan ook echt groeien van gratis draaien, gewoon voor de lol? En daarna krijg je af en toe een cola aan de Mars en toen tientje en toen 100 euro? Ja, ik draaide gulden. met mijn Drive-In discotheek. <laughs> ik draaide voor 65 gulden. En dan moest ik. Uh, een halve kamer afbreken, zeg maar, om... Ja. <laughs> hoe, heette, hoe heette dat bedrijf? Die ja, uh, show Dat was geen bedrijf. Hoe heette dat ook weer? Het uh, had eigenlijk niet echt een naam. Maar ja, veel bij de voetbalclubs en zo. En, uh, ja, ja, ja leuk Gewoon gezelligheid ja, een creëren. Ja, mooi speakers opstapelen van vroeger, weet je wel. En uh, ja. sterkers eraan knopen. En, uh, wat was de DJ-scene in die tijd wel redelijk nieuw? Ja, het was gewoon plaatjes draaien. Heel anders als nu. Ja. Letterlijk nog met vinyl, neem ik aan dan? Of het? Ja, het was allemaal met, met platen, ja. Ja, ja. ja en natuurlijk, ik was jong, dus ik kon die nieuwe platen niet kopen. En dan ging ik naar de VND Iedere vrijdag werden de platen die uit de top 40 gingen, die werden in een bakje gegooid, dan kon je ze voor minder kopen. Ja. En dan kon ik dan met mijn zakgeld... En de centjes die ik dan verdiende, kon ik... Uh... Dus je liep altijd net... Dus ik liep altijd achter. Maar ja, dat ja. maakt niet uit. Als je, ja, ik bedoel, uh, het is toch altijd een feest herkenning. Ik bedoel, draaien of nou een nieuwe plaat is of, yeah. En ik denk, als er bij, bij de meeste mensen een, een biertje of twee in de mix zit, dan maakt het ook niet zo heel veel uit wat... En ik had, uh... en ik had natuurlijk altijd een deck Dus dan kwam de top 40 en dan had ik altijd heel ja. herkenbaar. Record play zo ja, dat hij dan uh... DJ mondicht opnemen weet je wel. Dan ja. kon je toch een stukje van de plaat. Ja, ja, goed, dat was vroeger. Uh, nou, dat heb ik ook al. Heel, heel erg leuk. En de Italo tijd ja. en zo en al die uh, nieuwbied tijd en zo. Dat was natuurlijk al erg. Uh... Ja, wij wonen dik bij België, dus we gingen veel in België, op stap. in Duitsland uh, toen, ik al, toen ik ouder werd. Dus ja. ik ging ik eerst draaien tot een uur of twee. Hup, de auto in, poep, naar België. Ja. En dan, uh, ja. Had je ook meteen liefde voor een bepaald genre of was het? Nee, ook ik ben altijd de... heel erg allround geweest, altijd. Ja. Ja, en van het ene komt het andere. Ik was eigenlijk, ik heb eigenlijk een horecaopleiding gehad. Ik zou ik de horeca gaan werken. Maar uiteindelijk ben ik in Eindhoven bij Berg Music, daar kocht ik altijd mijn platen. Iets later, toen was ik 20 of zo. En Toen zei Adrie, die, de eigenaar, die zei, waarom kom je niet bij mij in de winkel werken? Nou, Van het ene kwam het andere Dan ben ik bij Adrie in de winkel gaan werken. En zo bleef ik daar jaren hangen. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment wel de horeca gegaan, ben ik. Uh, enkele jaren bedrijfsleider geweest van een groot uitgaanscentrum en um, ja, ja het gaat wel over enkele uh, bijna tien jaar totaal alles bij elkaar een tijd. en toen uh, op een gegeven moment was ik daar klaar mee helemaal en um, ja en toen kwam Adrie weer Adrie zegt er bon, ja, dat was ondertussen een platenmaatschappij geworden oh dat is ook dus je, doorgegroeid ja flink doorgegroeid dus die die ja bekende bergmuziek dat bijna alle Nederlandse artiesten tegenwoordig oké okay. En uh, ja, toen vroeg Adrie van, uh, ja, wil je niet bij mij bij de platenmaatschappij komen werken? En dan ben ik bij de platenmaatschappij uh, begonnen. Uh, als uh, ENR-manager, plugger. Ja, ik deed even alles, heel veel zo'n rondwandelen. Uh, oh, je ging echt gewoon Videoclipjes naar, uh... maken. Uh, ja, was een geweldige tijd met al die, uh, ja. Ja, een beetje promotor van, van het... Ja, uh... ja. En, uh, ja, en in die tijd, toen, praatte uh, dus, dus praat ik over 2006, uh, eind 2006. Uh, Harry, mijn kampioen. Vroeger eigenaar van Purple Groep, ja. Purple Sound. Harry Purple Zinken. Ja, ja. Die, uh, wij kenden elkaar al uh, in de tijd draaide ik ook in Gemert. Hij had zijn bedrijf in Gemert. Harry deed op zondagavond altijd de Nederlandse artiesten mixen uh, in de discotheek waar ik werkte. Dus zo kende ik Harry. En, uh, ja, Harry en ik zijn vrienden geworden. En op een goede dag. Uh, reden wij met de dames richting Den Haag naar een of andere bedrijfsfeest? Ik weet nog niet eens meer precies wat, hoe of wat. En toen hadden we het zo over, uh, ja, Harry zei ja, die deed toen dat tijd Dance Valley, uh, Extrema, die dingen die toen allemaal opkwamen, opkwamen ja. veel draaiden. Ja, ja. Altijd gezaaid met DJ-spullen. Altijd problemen. Die waren gewoon heel de week bezig om alleen maar die spullen voor elkaar te krijgen. Om met elkaar te schrapen bij verschillende audiobedrijven. Ja, ja, dat was gewoon uh, ja, al die technics draaien, ze deden deed, allemaal niet goed. En dat was allemaal dat was altijd, altijd was er ellende met DJs. Nou, toen zei ik van, nou, waarom zullen we dan niet beginnen? Duiken we er samen in. Precies. Ja, en Purple die wilde zelf niet investeren in die spullen, omdat die liever lampen, uh, speakers kochten. Uh, ja. ja, het, het gaat best ja. snel hè, met DJ materiaal. Je weet, ja, ik hoef het niet uit te leggen. Ja. En uh, ja, zo zijn we begonnen. Heel klein, bij mijn in de garage. Met een paar, met een paar kistjes, een paar CD tjes CDA 1000 was het toen, DM 800'tjes. Ja, in de tijd... Uh, toen, uh, ja, het groeide gewoon vrij snel. Omdat Purple, ja, dat was de levensader van DJ gear, Omdat we daar iedere week spullen konden leveren. Ja. Uh, ook heel op, een pijn, ook, op een gegeven moment maakte ik ook de switch naar Hulversum. Dat ik bij in Hulversum en een platenmaatschappij ging werken. Dus toen zat ik sowieso iedere dag in Hulversum en richting Randstad. dus ja ik kreeg regelmatig. met een Audi A3 uh, met de kont op de grond uh, richting vol kisten. Ja, ja. <laughs> richting uh, richting de, uh, ja richting Amsterdam die kanten. En dus... toen toen heette het al DJ Gear of was het ja, daarna ja, pas? Uh... Ja, we zijn ja we hebben hem meteen DJ Gear genoemd. Eigenlijk uh, ik vond die naam gewoon goed. Een vriend van mij die heeft het logo ontworpen. Was ik ja. meteen, uh, dat was de eerste ontwerp boem meteen klaar. Helemaal goed. Ja, dat ja, is gewoon de ja, dekte lading. En, dat wou ik net zeggen, En dat, ja. vind ik, dat vond ik toen heel belangrijk. En uh, ik ben ook meteen begonnen met stickers overal op te plakken. zullen veel bedrijven, ja. Ja, nog steeds trouwens, hè? Ja, 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 ja goed. Het is wel herkenbaar. Dat kan ja, je niet herkennen. Nou ja, 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 een bekend bedrijf noemde ons marketingterroristen vroeger. Dus ja, ja. oké. Okay. Uh, maar goed, ja, daardoor zijn we wel bekend geworden. En uh, ja, van het ene kwam het andere. We zijn alleen maar... Ieder jaar groeiden we met de markt mee. En, uh, ik zeg al, ja, en... Uh, en toen in de eerste jaren, ik denk 2007-2008, ook met jullie in contact komen. Dus meteen toen Lowlands mee gaan doen. Met, uh, ja, ik ging het overal vandaan halen, de spullen om, om elkaar om, te krijgen, om, om het zaakje voor elkaar te krijgen, om ja. de spullen op Lowlands te kunnen leveren. Ja, vet. Oeh. Ja, super gaaf. En zo zijn wij, ja, zijn we met DJ hier langzaam gegroeid. Ja, en toen kwam 2010. Uh, heel de muziekindustrie stortte eigenlijk in elkaar, alle platenmaatschappijen begonnen... Door de crisis destijds? Nee ja, er werden gewoon geen cd's meer verkocht. Steeds oh, dat, die omslag was er. Ja, dat ja. was echt een omslag in die, in, die, in, die, in die handel zeg maar. En toen de tijd, ja... Ja, dus de, 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 de ene ontslag ronde naar de andere bij de platenmaatschappij. Uh, ja. Wat is voor jou ook gebeurd? Ja, nou goed. Ze wisten wel dat ik al twee telefoons in mijn zak had zitten en uh, ik was altijd van alles aan het doen. Dus uh, ja. <laughs> kon... op een gegeven moment uh, moest dit baasje ook vertrekken. Ja. Maar ja, het was eigenlijk het kwam goed uit. de allerbeste move, ook voor DigiGear. Want vanaf dat moment konden we echt aandacht geven aan, aan het bedrijf en echt gas geven. Ja. En uh, ja, nou ja, dat is geworden wat het nu is. Maar die timing was dan wel perfect, neem ik aan, want... De, ja, uh, ja, het is zo allemaal niet bedacht, maar ik, ik, ik vond het toen niet fijn dat ik eruit moest. Uh, met die artiesten werken zo is het natuurlijk ontzettend leuk. We hebben echt, ik heb echt geweldige, geweldige dingen gedaan. Ik deed, uh, ja. ja, ik zeg, ik zat wel in het Nederlands segment. Hè. Ik deed uh, René Schuurmans, uh, Jan Keizer aan die schilder, uh, Jannes, uh, Peter Beens en de Spulden waren mijn artiesten. Boedersco ook, of niet? Ja, Boedersco, ja, maar dat was beperkt dat was, dat was uh, een paar jaar eerder. Oké, okay, ja, ja. Dus ja. die heb ik ook gedaan. Of ja, dat was ik ook gedaan. Dat, was ook één, dat waren ook de artiesten waar we... Maar je was toch een producer, of niet? Ja, ja, ik heb ook wel een paar liedjes bedacht, toevallig. En gehoord. En Bote Anna bijvoorbeeld is uh, door mij in Nederland uitgekomen. Ik, ik hoorde dingen in Turkije en ik denk ja, dat is gewoon een hit. En toen hebben we Bote Anna. Is... ja was het ja, toch Zweeds is... of zo? Was ja, dat? die kwam uit Zweden, ja. Ja, ja wel een mooi verhaal. Dat is wel leuk. Ja, de, toen kwam jij de met van, ik heb een boot ja, ik heb een boot. <laughs> nou, eerst stonden we rood. Dat was eigenlijk eerst het uh, de eerste idee. Oh, oké. Okay. We staan rood. Maar nee, het, ja, dat was het een boot. Ja. Dus dat was eigenlijk heel snel bedacht. Ja, ik hoorde dat ding in, in Turkije en ik denk, oh, die moet ik hebben, die plaat, die moet ik hebben. En uh, die DJ, een Turkse DJ, wilde dus gewoon niet vertellen mij wat het was. Hoe je Daar ben ik een hele week mee bezig geweest. Op een gegeven moment had ik de hoop opgegeven als we platen, platenzaken geweest daar. Uh, overal echt. Uh, ja, ik kwam er gewoon niet achter. Op een gegeven moment zat ik s'avonds op een balkon op tien hoog. In uh, Alanya, en toen hoorde ik in één keer beneden een beachparty en toen hoorde ik hem weer. Ja. Redden! Redden beneden. <laughs> ja, toen had ik hem. En toen ja. op maandag bij uh, ja, Adrie uh, in Eindhoven, ik zei ik heb een hit, Nou, dinsdag gebroederscoop binnen woensdag opgenomen, boom. Ja. Toen waren we gedacht. eerder eerder uit als uh, de originele Nederland. Want Warner, het is origineel zit die bij Warner. Ja, die had, dat ding had al nummer één gestaan in Zweden, maar niemand had eraan gedacht om dingen in Nederland uit te brengen. Nee. Dus wij waren eerder met de Nederlandse uit als de, de originele, zeg maar. Ja, de rest is geschiedenis. Hoe, ja. ja, is dat dan niet leuk om dat mee te maken? Dat je er gewoon op het balkon zat, ja. de idee in je hoofd en ja. binnen een week of twee is dat gewoon. Ja, ik hoorde hier in een discotheek. Ik was in een discotheek en er zaten heel veel Zweedse dames binnen. En die plaat die werd gedraaid, was werd allemaal RB gedraaid. en uh, mm -hmm. andere meuk. En, uh, <laughs> en toen kwam die plaat in één keer voorbij, maar toen ontplofte die tent gewoon. Ja, en ik heb natuurlijk wel een neusje voor als de feestjes, feestje is. Dat vind ik altijd wel mooi. Dus, uh... Ja, je voelt wel wanneer het publiek, zeg maar, aanslaat op een plaat. Omdat ja, je meegemaakt het die ja, dj natuurlijk. Ja, ja ik hoor wanneer of iets goed is, ja of nee. De potentie in zit. Ja, dat denk, ja, dat denk ik wel, ja. ja. Dus ja, goed. En toen, uh, ja. Het ene komt het andere. Ja, ja een mooie gouden plaat hier binnenhangen, hè, op de zaak. Dus. Uh... Je had we hier neer moeten zetten, hoor. Dat uh, denk ik ja, nou ja, uh, zo. Ja, goed. Ah, goed hoort erbij. Ah, ja, goed Leuk, weet je, het is allemaal, allemaal leuk. Weet je. Ja. maar het is allemaal wel gerelateerd aan uh, het draaien, DJ's. Ja, ja, het is altijd wel muziek geweest. Ja. En ik denk ook, en uh, denk, ik weet het zeker, alle mensen die ook hier werken bij DJ's zijn ook bijna allemaal DJ's, bijna zijn allemaal DJs. Ja. Daarom. Ja, ik denk dat het bij proto niet anders. is. Er zijn ook allemaal mensen die gitaar kunnen spelen, kunnen drummen kunnen. Ja. Of in ieder geval de artiest begrijpen. Ja, begrijpen hoe het moet en hoe, het, hoe ze het willen. En, ja. Ja. Nou, er zit ook al een, een, een tweedeling in in de zin van um, ik kan zelf muzikant zijn, maar dan ben je alsnog niet echt een, een crew lid. Want dat is ook een andere mentaliteit die je moet ja, hebben. Ja, zonder meer. Ja. Nee, want ik denk dat niet elke DJ ook zomaar bij DJ gear kan werken. Want uh, stel dat je iemand hebt die dan van 16, 17, een hypothetisch voorbeeld. maar die dan bij jou binnenkomt en die gaat alleen bij de artiesten lopen hangen. Ja. Zo van nou, er moet echt al gewerkt worden. Ja. toch laat. Ja, wij, alle mensen die hier werken, die kicken niet op de grote artiesten. Ik vind, bij mij is iedereen hetzelfde. Of nou uh, of Armin voor mijn neus staat. of een F-garnituur-DJ. Het maakt mij echt, echt helemaal niks uit. Het moet gewoon goed zijn. Punt. Ja. En als je maar aardig tegen je doet. Ja, zonder meer. Nou ja, dat is de basis, ik bedoel, gewoon normaal doen. En, ja. Ja, en sommige ja. kennen je natuurlijk al vanuit ja, het verleden. Ik, ja, ik ken natuurlijk wel heel veel mensen. Veel mensen kennen mij. Ja. Ja, ja. De, ja, dat is, ja. ja, de wereld is niet groot in Nederland, maar ja goed, dat weet je. Ik, nee, de, ja. nee het, is, de, Nederland is echt een heel klein wereld. Het is sowieso een, uh, ja, wel een mooie wereld. Ja. Ja, ja, ik, de, vind, ik vind het geweldig. Ja, het is heel jammer wat er nu allemaal, wat er nu allemaal, dat allemaal zo ingestort is. En, maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat we weer mogen, dan gaan we ook allemaal weer vol. Dat, dat weet ik zeker. Ja, ja. Het is wel zo kijken wie er dan nog over is. Want zoals we net al zeiden, er zijn natuurlijk een hoop mensen die ja. nu acuut in problemen zitten qua geld ja. uh, of met uh, een persoonlijke situatie zitten. Dat ja. ook uh, ja, ja, ja. thuis uh, uh, ook doordraaien. Dat, dat de vrouw begint te zeggen: Dan uh, moet ik een echte baan gaan zoeken. Ja, en dan, uh, ja de mensen die uh, vol met passie uh, 10, 12, 15 uur op een dag op een festival staan te stoempen. Ja. En Nu uh, van uh, 9 tot 5 uh, ergens in een. Uh, ja. Elektricien zijn, bij wijze van spreken. Ja. En hetzelfde geld verdienen en denken, ja. ja, ja. Het kan twee kanten op. Het ik kan twee kanten al... kant op, ja. Ik heb ook al mensen gehoord die inderdaad al bezig zijn met pakketten bezorgen en dat soort zaken. En dat die toch al een beetje tegenaan hikken zo van is het niet, dit is het niet. Ik ja. wil gewoon weer... Ja, ja, temporary, uh, tijdelijke dingen, ja. Ja, en dat weet, ze, ze communiceert ook wel duidelijk met de baas en zo. Van nou ja, als ik weer terug mag, dan ga ik. Um, maar toch, ik merk wel dat er een soort van ja, en zo'n groot gemis is naar wat er wordt neergezet op zo'n festival. Ja, dat hebben we ook. Ik, ik, begin nu, ik begin nu. We missen de festivals echt. Ik bedoel, ja. we hebben, hebben zo'n vette dingen mogen doen. En die ben je dan aan het doen. En dan heb je eigenlijk niet in de gaten dat het allemaal zo vet is. Nee. Je doet het allemaal. Maar ja. Achteraf denk ik bij jij non nu. Ja. In het begin denk ik nog zo van, ja, al die zware kisten, moeilijk dit en dat. Het, ja, het nee, weert je ja, niet mee. Kijk, en ik bedoel, ik, wij hebben een DJ hier uh, We zaten in principe in, alleen in Nederland tot een jaar of drie geleden echt Nederland 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 toen kwam in één keer het buitenland erbij ik uh, ja we mochten in één keer time warp doen Mannheim het grootste techno feest van Duitsland zeg maar mm -hmm. ja, ja ja dat is een heel verhaal hoe we dat recht zijn wel mooi mooi verhaal ik wel um, ja die hebben we toen gedaan en dan zie je gewoon dan gaat het de deuren van het buitenland gaan open en ze waren zo tevreden zo uh, waardering gekregen ja en dan Jij, jij zit mogelijkheden, dat merk ik nu ook al. Zo van je ziet altijd wel van die lichtpuntjes van oh we moeten daarin gaan zitten, want daar, ja. daar is wat. Ja ja tuurlijk. Ik, 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 blijf, ja. Ja. ik volg mijn gevoel. Ik bedoel, uh, ja. ja we hebben gewoon heel leuk en, en dat vind ik het allerbelangrijkste dat we leuk contact overal hebben. Dat ja. het fijn vind dat we komen dat we Gewaardeerd worden. Dat, we, ja, ja. Ja, dat je die dat je lach op het gezicht krijgt. Ja. Of het nou een. een ja, publiek ja, dus is. Ik, ik roep het altijd een stukje ontzorgen van heel het verhaal. Wij ontzorgen een festival, we ontzorgen een organisatie, we ontzorgen een licht- en geluidsbedrijf. Ja. Ik wil geen concurrent zijn van. van, van ...wij hoeven geen concurrent te zijn. Nee. Uh, wij komen gewoon om de hoek. Op het moment dat meer is, geef het aan ons. Doe waar je go en doen goed Doen jullie waar jullie goed in zijn: licht, ja. lampen, uh, lampen spikertjes, toestanden. Ja. Maakt niet uit. Wij doen dat, ons ding waar we goed in zijn. Waar well, we proberen goed in te zijn. Ja. Dus, ja. Zo kan ik een festival eigenlijk zien als een soort van leger. dat iedereen zijn eigen ja, taak. Eh, taak, taakjes heeft. Ja. en die gaan 100% voor. Ja. Ja, ja. En ze ja. weten elkaar, elkaar wel al te vinden. Want stel dat ik iets heb of zo. een naaldje werkt niet. of iemand heeft een moeilijke vraag over een van een de rotary mixer of zo. waar ik er nooit van gehoord heb het bij jou zeggen van oh ja joh jij ja. uh, hebben we wel of van nou ja je bent de eerste of van oh komt die vraag ja, binnen en ja. zit veel meer in in die tak en andersom ook mocht ja. er ineens zijn zo van nou wat nou om ineens een uh... ja en nee, ik probeer gewoon met de DJ hier gewoon uh, zoveel mogelijk uh, het maakt niet uit wat ze vragen we proberen gewoon nooit geen nee te zeggen zoveel mogelijk nee. ja het moet echt heel iets raars zijn dat je denk van daar gaan we echt nooit meer verhuur of nee. dan zeker vaak uh, tegen het management van de laat de DJ zelf meenemen een of andere raar controle dingen uh, Snap je? Ja, nou, maar, heb jullie met backline precies al Ik heb nog meegemaakt dat het voorprogramma van M&M die moest, uh, waren twee DJ's en eentje wilde voor mij twee of drie keer nog een CDI 1000 hebben. En dat was met de dingen, dat was, dat was, uh, dat was in Berlijn. Uh, Sugar Hill Gang. Ja, was het Ja, ook zo? vorig jaar? Ik, had hier nog, uh, ja, ik heb hier nog twee CD 1000 staan. In het archief. In het archief hier. En de, uh, ik had DJ nog, Game een, en, en ik heb er nog een paar meer achter staan. Ja. Dus uh, ik had er eentje op de schap staan die moet kapot zijn. Dus stof afgeblazen. <laughs> en ik <Ja. lacht> deed het gewoon. Ja. De, de Sugar Gang wilde per se 1000s. Nou, geweldig. Ja, ja, ja super gaaf. Broer. Precies. Nou, het was echt zo dat ik ze nodig had voor het voorbereiden van Eminem in het Goffertpark. Ook okay, in het Ja, ja, ja. En er waren twee DJ's. En eentje had gewoon uh, ja, een uh, DMS s 9 volgens mij nodig. Met dus twee... Nee, want hij had een Rain TTM-57. Sorry, een beetje nerd veel, maar goed. <laughs> um, die had dat ding nodig, plus twee keer een CDA... Uh, duizend. Ja. En, uh, en jij had ze toen volgens mij niet. Want het was zo van, ja, of die waren toen in Duitsland, dat kan. Ja, dat kan goed. Ja, die, die waren de, toen weg. De, de, de en de, ja, je zult het altijd zien. Je had ze nooit had, nodig. Nooit, die staan hier te stoffen. Ja. En dan heb je dan hebben we dat meerdere tegelijk nodig. Precies. Ja. En op een gegeven moment kwam ik wel bij mijn bedrijf die we nog goed kennen in Beuzerum. Die had nog drie of vier van die CD1000 staan. Die op de lijst stonden om verkocht te worden voor heel weinig geld. Ja. En zo van, uh, ja, die hebben we nog wel. Nou, oh, ja. ik heb dat geregeld. En die DJ was er hartstikke blij mee. toen voelde ik ja, nog ja. aan hem van, hey, waarom, uh, waarom geen 2000? Ik bedoel, uh, is toch alleen maar voor Serato. Het is toch alleen maar een controller. Ja, de cd 1000 is toch gewoon een stuk betrouwbaarder. Dat dat wiel werkt gewoon beter. Uh, ja. oh, Oké. Okay. Ja. Ja, ja, iedereen heeft zo zijn voorkeuren voor. voor ja. ja, maar zo zie je maar. Als je iets gaat verkopen, dat is een beetje ons, ons... Ja, ik hou altijd wel iets over van het, de oude stok. We zijn nu ook. Uh best veel zoveel spullen aan het verkopen, maar ik probeer wel uh, CD 2000 Nexus. Uh, die ouwe altijd wel een ja. deel in, in voorraad. Ik zag ook een deel wat je van ons had gekocht volgens mij. Een paar van die uh, x 92. Ziet allemaal uit. Ja, ja. Ja. Want ik had ook op een moment besloten bij Brood en zo van. Weet je wat, jullie zijn heel goed in DJ-spullen. Dat is voor jullie. Ja, we hebben we afgesproken. Ja, wij zijn heel goed in. <laughs> nee, maar gewoon, ook gewoon uit een filosofie. Ik heb ja, zoiets ja. van, wij zijn daar gewoon veel beter in. Ik kan me veel beter concentreren op. Ja, weet je wel, die ene rare gitaarversterker. Of uh, dat ene bekkentje, waar ja, zo'n om en Ja, je weet, we zijn toen de tijd uh, ook uh, Backline Boys begonnen. Ja. Wij dachten, nou begin er ook een Backline tak bij. Met de rode kisten. Ja, hier ja. blauwe kisten, Backline Boys, rode kisten. Ja. Nou, goed, dat was het idee. Ja. Heel veel spullen gekocht. Drumstellen, keyboards, alles. Ja, hele pleurisbenden. Hele pleurisbenden ingekocht. Maar ja, dan komt het. Ja, ik wist nog wel op Appelsap... Ja, dat, dat verhaal. God, ik zal hem gewoon vertellen hoor. Ja, maar niet het was appelsap. <laughs> Echt, het was een jaartje of vijf, zes geleden hoor, dacht ik. En dan zou ik vanuit juli volgens mij dat gaan doen. Dat was op zo'n podiumpje verhoogd in, het, uh, in Amsterdam. Als een tijdelijke locatie was in het Oosterpark volgens mij toen nog. En jullie hadden zo'n yamaha kit een rode, een recording ja. oké okay. En toen kwam de vraag: van, ja, heb je extra tommetjes van zo'n vraag om die in die mate? En Erik op de zaak, zo van ja, die hebben wij. Nou, dan wordt dan erbij gestopt. En er was een aanvulling op, op wat jullie hadden. Nou, dan kom ik eraan. En ik kom er ineens uh, een, gewoon een jellybean kit. Dus uh, zwarte kik, rode tom, <laughs> zwarte floortom. <laughs> uh, ja, het is wel hetzelfde, maar het, is, het ziet er Ja, een beetje. We, hebben, we hebben in het verleden dan uh, bijvoorbeeld uh, in de tijd op Extrema, noem maar iets, hadden we één bandje staan. Nou, DJ spullen mee, perfect. bandje spullen mee. Shit. Alles opgebouwd. Drumkruk niet bij. Weet je al? Ja. Kijk, daar ga je dan, weet je wel. Precies. Ja. Dus, dus ja, heel duidelijk, schoenmaker blijf bij je leest. Ja. Wij zijn gewoon gestopt met, uh, met backline-bush. Ja, We hebben, ik, af, ja. wij hebben afgesproken hier, jongens. Pst. Ja, want ik belde je nog op van hoe zit die hi-hat in elkaar, Want wat klopt niet. En waar is het drumkleed. Ja. Want ik zat echt op een stenen vloer. Zo van, ik <laughs> ja. kan ik helemaal niks mee. Nee, dus ja. Op een gegeven moment dan, je moet. Je moet ja, dan moet je gewoon... Ja, als het en, niet werkt, dan werkt het niet. En wij zijn gewoon goed. Ik ben DJ, wij zijn DJ. Wij zijn DJ Gear. Dan moet je ook gewoon... Precies, en ja. je kan elkaar dus heel erg daarin helpen. Ja, honderd procent, maar dat hebben we ook altijd gedaan. Ja, want ik vind die aanvulling zeker op Lowlands zo perfect. Ja. Um, want de laatste jaren is het zeker zo dat, ja, DJs worden steeds specifieker. Ze willen dat een ja. MIDI keyboard hebben, omdat hun uh, uh, ja hun erover lopen. Ja, en... de software moet kloppen, het moet allemaal. Het is allemaal, ja, het, het, het moet allemaal kloppen. ja. En het is, ja. Ja. ja, ik wist nog wel dat er voor mij ook een, een RME Fireface 800 of zo was al nodig. En ik was er van, uh, ja, neem het maar zelf mee. Ja. En dat ik gelukkig Ben spaander uh, bij ons. En die zei van, oh nee, een vriend van mij heeft wel een studio, uh, die bel ik wel even op. Nee, en uh, even. Zorg maar voor een gratis kaartje, nee, dan kan je die gratis lenen. Zo van, oké. Okay. En inderdaad, dat was ook hartstikke hard nodig, anders ja. was er gewoon geen show geweest. Ja. En in het begin dacht ik zo van, ja, het is goed, het is zo specifiek, neem het maar zelf mee. Maar um, ja, het wordt steeds nicher of zo ja, dat is echt een niche markt, precies. en maar hoe kijk jij daarnaar? want stel nou we komen hier wel uit en zo, maar er is gewoon bijna geen geld om te investeren, want we hebben allemaal verbruikt natuurlijk om overeind te blijven, T -t -t als je het ook even hypothetisch bekijkt. van denk je dat dat ook veel meer zo van joh, dit staat er en het is nou eenmaal zo, we moeten allemaal een roeien met de riemen die we hebben. het is allemaal niet zo. Weet je. het is wel zo dat op dit moment de DJs en zo ook tijd hebben om nieuwe producten uit te proberen, nieuwe dingen. ja ja dus ja, ja. ja het is lastig maar ja, oh ja is lastig ja ik bedoel wij uh, ja Op het moment dat we het moeten hebben ja de nieuwe den zijn van de week uitgekomen uh, ja er komen nog meer nieuwe producten aan bedoel, ja het gaat toch gewoon door het gaat gewoon door en uh, ja. alleen hoe snel is het om, omslagpunt Bij Pioneer had je CDA 2000 Nexus ja. en toen kwam de Nexus 2 toen de Nexus 2 uitkwam toen had wilde de helft van de dj's, van nou, de helft, die zeiden, oh, next 2 hoeven niet. Moet het ik gewoon, niet. moet nee. gewoon nexus zijn. Oh. Ja. Tot een jaar later, ADE. In één keer, ja, het is net kuddevolk. Ja, het gaat ja. ja, alles gewoon. ineens om. In één keer, pff, niemand geen nexus meer. Alles weer, alles nexus twee. Het heeft allemaal tijd nodig. En, ja. Ja, en, ja. Ja, ik, ik, ik denk, kan... als er een nieuw product uitkomt, het duurt altijd even voordat ze op de radar staan, sowieso. Ja. En um, Ja, ja nou weet je ja, het is een beetje koffie te kijken wanneer wordt iets weer een standaard blijft het een standaard is het de standaard ik hoop van harte dat Pioneer niet dit jaar met de Nexus 3 uit gaat komen of met de CDA 3000 of whatever want als ja. dat nu gebeurt ja maar stel nou dan moet je ineens weer 150 van die spelers uh... ja maar dat is niet in één keer hè? nee het gaat in fases. maar ik kan me ja. wel voorstellen zo van teringman uh, uh... ja. ja het is ook wat het is ik snap het wel ja andere kant wij uh... met DJ we moeten het gewoon hebben punt en, uh... ja ja, ja. Ja, dat is ons bedrijf. Ik bedoel, ja. ja, dat is ook al zo. Maar het is wel weer zo'n overweging. Heb ik dan met die backline zo van... Ja, ik kan... Eh, natuurlijk, als het op baan komt, natuurlijk ga ik het kopen. Maar ik denk dat er wel een soort van omslagpunt gaat komen. Ook vanuit organisaties zo van... Ja, ik snap dat jij drie eh, drie keer ja. een eh, great goose ja, dus op de rijder hebt staan. Eerst maar... zou je gewoon zeggen, nou, hup, laat er met vijftig komen van die dingen. En nu ga je afwachten tot het echt nodig is. En op het moment dat het nodig is, dan hebben we ze. Ja, snap je dat de vraag is? Ik bedoel, je kunt alles hier neerzetten en laten stoffen. Nee. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. ja, dat is denk ik het verschil met de tijd van nu. Dat je wel even nadenkt: van, uh, wat gaan we ermee doen? Ja, ja. en het is ook maar weer de vraag of er zoveel festivals zoals als we gewend zijn, of die ook weer er gaan komen. Want ja. het is natuurlijk wel zo dat de meeste festivals die moeten minimaal 75% van de kaarten verkopen, eigenlijk om break-even te draaien. Ja. Als je weer volledig mag. Dus ja, als dat ineens kan, dan gaan ze ook niet denken van ja, ik ga mezelf niet in, ja, in de schulden heel, werken. ik ben ook heel benieuwd in het buitenland hoe dat allemaal zijn ontwikkeld. We hebben afgelopen december voor de allereerste keer een um, festival in uh, Saudi-Arabië mogen doen. En um, ja, dat was sowieso een hele bijzondere ervaring om, um, om zo ver van huis, uh, met zoveel spullen. Uh, Want dan was je er zelf bij ook? Ja, uiteindelijk wel. Ik kreeg een aanvraag binnen hier. Ik zei, ja, dat gaat toch nooit gebeuren. Weet je wel, ja. echt Nee, dat kan niet, weet je wel. Ja. Maar goed, het was een heel serieuze partij die het aanvroeg. Dus uh, ja. We hebben het akkoord gekregen? Nou ja, uiteindelijk uh, werd het alleen maar meer. En toen wilden ze één man personeel mee. Ik zei ja, één man personeel gaan we niet doen. Ik kan niet naar, naar Saudi-Arabië met één man. Toen werden er twee, toen werden er drie. Toen zijn we drie man uh, in eind december naar uh, Saudi-Arabië gegaan. Ja, geweldig festival. Ja. In oktober was het nog woestijn. Hebben ze gewoon uh, een uh, kilometer bij een kilometer of anderhalve kilometer bij anderhalve kilometer uh, asfalt neergegooid. Midden in de woestijn, ja. bij Riyadh. En daar hebben ze een festival op gebouwd. Zo van, we zullen Tomorrowland eens even nadoen. Omdat gewoon een rijke sheik dacht van, dat wil ik ook hier hebben. Ofzo. Echt niet normaal. Ja, heb, ja heb we hebben al veel gezien, maar wat daar gebeurde, ja. Maar voor wie wordt het voor het gehouden dan? Voor, voor lokale mensen, voor ja, experts? Ja, allemaal lokale. Ja? Ja, dat was echt. Helemaal ja. gek ook van de van DJ, helemaal, uh... helemaal gek. Ja, echt, ja. Ja, zo bijzonder. Ik bedoel ja, de, ja. Ja, wie, wie draaide oh. er toen? Uh, foe, wie draaide er allemaal niet? Uh, Martin Garrick stond er. Uh, ja, allemaal, allemaal grote namen. Uh, Geta, uh, yeah, ja, ja. Echt de noem, edm Ja, noem maar, maar op. Uh, uh, ja. ja, maar ook Techno-area. Uh, techno oh, dat is echt zo'n groot festival. Echt, ja, uh, echt met groot. Uh, areas. Echt. En, uh... Ja, voorbeeldje bijvoorbeeld. Uh, hier hebben ze uh, een EHBO-post op een festivalterrein. Ja, die hadden ze daar ook. Maar er hadden ze ook twee... Uh, twee uh, 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 hoe heet dat? Uh, ...operatiekamers in. Oh, ja. Weet je wel? Ja. Ze hadden gewoon een bijna een ziekenhuis gebouwd. Ja, dat is een, een ziekenhuis. Ja, allemaal van die rare dingen, weet je wel. Ja. Echt. Uh, ja, het was bijzonder. Bijzonder om mee te maken. Ja. Denk je dat dat er volgend jaar ook weer in gaat zitten? Nou ja, sterker nog. Ik had... Uh, um, even kijken. Het was carnaval, zondags. Zwaardags van de carnaval. Welke datum was het? Ja, eigenlijk in februari denk ik dan. Ja, dat was net voor, toen de corona begon te woekeren. Ja. Of hoekerde al. Ja, in Nederland, dat is eerste met ja, 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 okay. een Maar ik, goed, ik, ik ben toen zondags naar, naar Oostenrijk gereden met carnaval. En mm. uh, die maandag kreeg ik een aanvraag binnen voor uh, Ballet Beast. Dat was de volgende uh, in Saudi-Arabië. En dan moest ik gewoon meteen die woensdag vertrekken. Oké. Okay. Dus uh, ja, hier uh, natuurlijk heel veel spullen met carnaval weg. Het was uh, dikke paniek om alles weer uh, klaar te krijgen. Ja. Alles weer, hup, de vrachtwagen in, de Hamburg, het vliegtuig in. En tof weer die kant op. Die en kan toen op, begon ja. dus de corona. En toen stonden de spullen daar. En veel, weet je wel. Dus ja, dat is wel, was wel even, even spannend. En nu weet je wel. Ja. Uiteindelijk alles terug, alles prima. Helemaal, helemaal perfect uh, netjes, gewoon goed gegaan, maar ja, heel jammer. Want dat weekend, die week die er erachteraan kwam, was het weekend van Tomorrowland Winter. Ja. Of de, de week van Tomorrowland Winter en de week van Ballad Beast. Dus we hadden drie man personeel daar en drie man in, uh, in Frankrijk. Ja. Dat was een mega week voor Digigear. Echt zo vet om te mogen doen. Ja, eigenlijk in een rustige ja in een in een in een normaal beginnen we eigenlijk ik roep ik Paaspop, is het begin van de echte drukte dan begint echt de drukte bij ons ja dus dat was ja super mooi om om die dingen al te mogen en kunnen doen maar ja die werd meteen toen ja toen stortte het kaartenhuis in elkaar zeg maar ja toen zei Paaspop, we gaan niet door ja het was eerst ja ik zeg al eerst bel het bistroomen op om alles om ja op, op, op. Het was weg. Dacht jij al des, toen al zo van... Oké, okay, de hele zomer gaat eraan ja, of zo? Ja, ik van... meteen vanaf dag één. Nu is 2020 klaar. Punt. 100% Nu is het... het ging zo hard. Ik bedoel... je zag in Amerika met uh, Ultra. Ultra is allemaal afgelast. Alles, ja. ja. Ja, Ultra deden we vorig jaar ook voor de eerste keer in Kroatië. Ook weg. Ja. Ja. Hm. ja. Au. Ja, maar wij dachten nog wel zo van... Nou, Lowlands, dat wordt een beetje een kantelpunt. Dat gaan we misschien nog wel redden. Ja, ik, ik zag het al meteen niet zitten. Ik denk oh. Nee. Ja. ja, ik had ook zo'n gevoel van, ik weet het niet. Maar ja, goed, het is nog ja. steeds altijd koffiedik kijken. en ik kan ja. het roepen aan de uh, andere kant. Ja, ik weet het niet. Ja, je houdt ook een soort van hoop. Ja, nou, sowieso. Dat, ik, dat ik, hoop, de... ik hoop dat we heel snel weer aan de gang kunnen met allemaal en iedereen. En kunnen iedereen het beste. En, uh, maar ja, ik ben er bang voor. Ja, ik, ik ben ook uh, heel benieuwd hoe dit uh, uh, gaat lopen. Want er is nu nog heel weinig perspectief. Wat ik dan zie. Um, want, ja, we mogen wel weer. Maar het gaat om winstgevend maken van iets. En dat is het hele punt. Dat ja. is het hele probleem. Ik bedoel, een, een horecaonderneming, wat sowieso al best een moeilijke tak van sport is, om dat ook winstgevend te maken. Nou, je hebt er zelf ook al gewerkt. Dus weet je ook al. Met een restaurant moet je ook behoorlijk vol zitten. Dat en, moet er, wel, uh, er moet wel iets gebeuren voordat je centjes in de zak overhoudt, ja. Precies. Ja. En die zitten nu ook, denk ik, een beetje break-even of zelfs verlies te draaien, ja, om zonde maar zonde, zonde gewoon zonde. te draaien. En dat is ook totaal geen ideale situatie. Ja. Want dan ziet ja. het eruit alsof het weer goed gaat. Ja, maar dat maar... is dus niet. Nee. nee. Je kunt geen massa maken, ik bedoel. Je kunt een paar mensen draaien, maar... En dat probleem zie ik ook een klein beetje voor me. Nu, er wel weer wat dingen mogen of gebeuren ook in het land. Dus je hebt dan de tuin over 2020 eh, op, eh, op Nederlands gebied dan. En in Tivoli heb je dan Walk the Line en al die streaming dingen. En dan heeft het een klein beetje de uitstraling van, nou zie je wel, het draait gewoon weer. Het mag, ja, wat minder bezoekers, maar ja, we kunnen toch gaan open. Je ziet dat altijd de, de, de lampen branden, de artiesten komen. Was het probleem? He, maar die zien niet wat daarachter gebeurt. Dat er gewoon zwaar verlies wordt geleden door al die ja, partijen. Ja. En dat die maar iets bezig gaan. Die, die doen maar iets om maar bezig te zijn. En om, om gewoon creatief bezig. Ook, eh, want je kan wel zeggen van ja, we sluiten alle deuren en we doen niks meer. Maar dan kan je ook weer politiek gezien zeggen van ja, je hebt niks geprobeerd. Ja. Dus het is heel lastig. Ja, Het is heel lastig. Het is echt. Ja. Het is. Ja, het is verschrikkelijk. En uh, ik denk ja. ook dat dat ook voor DJ bijvoorbeeld dat, dat de dance wereld dat die pas echt alle alle allerlaatste. Ja, ik zeg al we lager als eerste eruit en ik denk dat we een van de laatste van de gang zijn. En, uh, ja. ja, tot die tijd moeten we onze broek omhoog houden en uh, ja. proberen om te overleven, proberen om. Ja. ja, ja, we zetten alles op alles natuurlijk, want ja. um, het, het is wel. Ik vind het soms wel moeilijk uitleggen richting degene die niet in dit vak zitten van hoeveel passie hierin zit, hoe ja. mooi vak het is ja. en. Um, ik weiger om nog hieruit te gaan. Maar ja, financieel gezien, als je gewoon hun, de gemiddelde cijfers laat zien aan een accountant of zo, dan denken ze van, wat doe je nog in die business? Uh, weet je, uh, je moet gewoon geld verdienen. Ja. Maar het is zo'n mooie wereld om in te zitten. Ja, ja, ja zonder meer. Weet je? Ik, vind, ik vind vooral op dit moment, maar dat is mijn... Ik vind het buitenlands op dit moment, vind, vind ik geweldig om te doen. Dat is, dat is mijn ding. Natuurlijk ja. is Nederland ook wel mm -hmm. Even niks... Maar, ja, maar zijn die stoeprijsjes? Nou, ja, 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 ik vind de kick om, om, om gewoon door te pakken in het buitenland, vind ik gewoon heel mooi. Dat de waardering uh, tv's gestopt. Ja, we moeten even werken. Nee, zet maar aan, ik ga ook even, <laughs> even zitten. Oh, we zitten nu op een half uurtje. Ja, hij is gewoon helemaal uitgegaan. Ja. ja, die stoppen er ook gewoon mee uit zichzelf. Ah, ja, nou ja, misschien is dat ook een beetje symbolisch. <laughs> ik hoop het niet. <laughs> nee. Philips is erbij. Hè? Ja, over een Brabants bedrijf gesproken. Nou, Eindhoven. Ja. ja. Nou tegenwoordig Amsterdam. Hè. Ik bedoel, uh, nou ik ben de laatste tijd heel veel in Eindhoven of in uh, ja. in, in 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 Brabant en zo, Want um, ja in de Ilona Special kwam ook al naar voren. Van er zitten zoveel mensen uit Brabant die dan op zoveel plekken werken in de evenementenbranche. Ja, honderd zijn heel erg. Maar dat is altijd hè, overal waar je komt in de wereld. Ja. Het maakt niet uit waar je aan waar, waar je binnenkomt. Nee. Altijd. Hoi, hoe ja. <laughs> ja. 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 Nee, ja, maar gewoon, ik, bedoel, ik kom uh, ultra Kroatië binnen. Ik kom met mijn busje aangereden, 13 uur, grrr, 14 uur, grrr. ja, het is meteen, hoe is het? Ja, serieus. Ja, ja, ja. snap je? Dat is, dat, ik, ja, dat is een mooie industrie. Ik bedoel, je komt altijd, uh, ja, het is net een circus, Je komt altijd bekenden tegen, overal. Ja, en dat maakt het ook zo leuk. Ja, weet je, dat, dat, dat mis ik zo erg dat je dan gewoon van week naar week, ja. gewoon, niet elke keer dezelfde koppen, maar elke andere, andere samenstelling ofzo zo. Ja, 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 zonder meer. Weet je, en dat je toch weer die, die leuke gesprekken hebt en uh, dat je samen weer iets moois neerzet. En, weet ja, je. en ook elke keer wat nieuws verzinnen, zoals jij zegt over het buitenland, het is weer wat nieuws, het is weer, weer iets unieks. Bijvoorbeeld Tomorrowland, de winter edition, als je het zo zou zeggen, ja, dat slaat nergens op in, in de sneeuw buiten. Ja, Tomorrowland, ja, is een mooi verhaal om. Ja, wij kwamen de, ik kwam eraan de eerste keer samen met uh, Marik, met een van mijn jongens die bij mij werkt. Die uh, doet altijd alle mainstages voor mij. Dus die kent al die tourmanagers en iedereen. Ja, het is gewoon geweldig om. Ja, het is Toys for Boys. We komen eraan. Ja, uh, je moet nou die kant op. Want er komt een helikopter aan. Uh, spullen moeten in het net. De ja, zo vet. De helikopters. Yeah. S'avonds met pisteboelies uh, de berg in. Ja, hoe, hoe vet. Hoe, ja, dat is mijn geld goed te maken. Ik, nee. Ja, dat is gewoon de kick. Ja, dat is zoveel plezier heb je dan. Ja, dan weer, ja. zo veel lol. Ja, dat ja. is gewoon gaaf. Dus het ja. is gewoon echt gaaf om mee te maken. gewoon. En, uh, ja. en dan ook een dikke show neerzetten. Ja, top. Ja. ja, en als je dan ook. Het is wel een beetje raar om nu na te denken dat ook in Oostenrijk juist een beetje dat is begonnen met corona en zo in die ja. dingetjes. Ja. Ja. Hij moet ergens ja. beginnen trouwens, maar goed. Ja, ik ben ervan overtuigd dat uh, heel dat corona vooral al uh, veel eerder hier was. Ik bedoel. Uh, dat, dat, ja. dat hoor je om je heen ook wel een beetje. Dat in november, december dat mensen zich al niet lekker voelden met dezelfde klachten. Ja, dus ja. Maar goed. Ja. Ja, maar, maar het punt is ook, uh, ook met de verhalen die ik dan nu lees... en zie ook de cijfers die ik nu gewoon letterlijk van het RIVM lees... of van de Rijksoverheid. Ik denk dat dat, uh, dat er iets is waar we mee moeten gaan leven gewoon. want Het, het is er nou eenmaal. En ja, als, als we het aan nul willen als krijgen... Als er een vaccin komt, dan... Uh, meer, om het naar al, nul te dat, krijgen? Nee, dat zal dat 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 niet gaan. Maar op een gegeven moment, ja, als, je, als er een vaccin is... En, Iedereen kan weer gewoon normaal gaan doen. Dan... Ja. 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 ja, of gewoon met een uh, niet werkend mondkapje op een festivalterrein staan. Of beginnen in, een, begin in een theater. Ja, weet je, uh, nee. doe maar. Ja, wat is wijsheid? Ik weet, ja, ik, bedoel, ik weet het niet. Nou, het punt is dat het moeilijke is dat, dat niemand weet wat de wijsheid is. Nee. Dat weet, dat weet de regering ook niet. Nee. En natuurlijk zijn ze ze voorzichtig en zo. Uh, dat het heel begrijpelijk. is. En wat ik ook wel dan. Want politiek gezien zitten we aan een hele lastige kant. Want in feite zijn we vermaak en zijn we extra. We zijn niet een een business die ja nee, het het is vitaal niet, is. Het is niet vitaal nee. zonder meer niet weet je dan zou je over vliegtuigen ook denken zo van het is niet vitaal om te vliegen maar ja om zaken te kunnen doen moet je toch weer op gang komen en ja maar ja je ziet ook al die heel die handel Mensen vliegen naar Amerika om even een bespreking te doen. Nu kan het ook allemaal uh, vanuit thuis. En... Ja. Dus is heeft wel echt wel een verandering. Ik bedoel, mensen die nu thuis werken in plaats van de zaken. Ja, het kan wel. Nou ja, het was al jaren geleden sprake van dat mensen flexibeler konden gaan werken. En niet allemaal tussen negen en vijf naar het kantoor en zo. En dat gebeurde wel een klein beetje, maar nooit helemaal. En je ziet nu dat dat geforceerd moest thuiswerken. Ja. En het proces aangeraden trouwens. En je ziet ook dat, dat de files gigantisch zijn afgenomen. Ja, zonder meer. Je kunt nu weer makkelijk naar Amsterdam rijden. Ja. De tijd is helemaal anders geweest. Ja. Er ja. zitten ook wel positieve dingen aan dus. Ja. Maar ja, dus het kan wel inderdaad. Alleen voor ons. Ja, al die... Ik weet niet hoe jij naar hebt gekeken. Want ik keek op een gegeven moment naar een Ziggo. Uh, elke zaterdagavond heb je dan uh, We Own The Night volgens mij. Ja, dat zijn mijn spullen. Ja, ik zag het staan. <laughs> ja. Uh, zo van, heb je zo'n livestream. En ja. dan uh, gewoon uh, gas op de lolly. Ja. Best wel goed geluid ook. Uh, maar het is ja, toch een het... hele andere beleving. Ja, zonder meer. Ik, bedoel, ik zet het iedere zaterdag aan. Het kijk ik er even naar. Maar ik, ja, ja, ik ga niet staan te springen. En nu kijk je gewoon letterlijk naar een DJ. En ik ja. neem aan, als je dus op zo'n groot veld staat op de Tomorrowland. Dan kijk je alle je kijkt gewoon naar de, naar de sfeer. Je kijkt naar de belichting. Je kijkt naar het videoscherm. En nooit echt naar de DJ. Uh, minder. Minder. Ja, of een ja. David getter die ze helemaal voor schuizen te kijken. Zo, van <laughs> <laughs> ja. Ja. Die alles erin moeten zetten, eigenlijk dat die gewoon was, ik ijs bleef kijken. Zo van ja. ja, hij draait toch? Zonder meer, ja. vind ik ook wel een mooie figuur. Die ja. David Geta. Ja. ja, dat ja. zijn mooie figuren. allemaal. ja, we, maar ja, die zoomt veel leuke dingen mee. Bedoel, ja. ja, zonder meer, bedoel. maar dat dat die, die ambiance op, op een veld dat dat moet toch gigantisch gemist worden? Ja, ja. Ja. ja, dat krijg je thuis in de woonkamer niet voor mekaar. Ik bedoel, uh, nee. heel simpel. Bedoel, het is leuk om een DJ te zien draaien. Ja, Tijdens geleden stond er wel een DJ die uh, echt zo'n scratch DJ, dat vond ik echt vet. Dat vind ik maar dan kijk je naar echt skills. Echt... Ja, maar dan is skills echt ja. zo'n koning Dat vind ik echt, uh, echt knap wat die staat te doen. Weet je wel? Ja. Dat vind ik dan wel mooi. Maar dat is dan puur meer vanuit mijzelf, mijn eigen interesse. Dat ik denk van non, de ja. Die doet dingen met, met die dingen. Oké. Okay. Ja. Ik, ik kan me nog één beeld herinneren van een Nederlandse DJ... die op, het, op tv dat deed wat geen succes was. Ja, die ken ik ook. Ja. Die is iets ouder dan ik. Ja. Dat, dat, die kan me er dan niet op gaan. Want dan, uh... ruut, 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 ruut. Ja. Oh, maar dan zie je dat dat ook alweer een vak is. Ja, ja, DJ zijn. Want dat wordt een beetje onderschat door, ja, door sommige meer, mensen. DJ is sowieso een vak. Heel veel mensen denken van... Ja, die DJ's die doen maar iets. Of die duwen er een stick in en het gebeurt allemaal. Ja, dat is allemaal leuk, maar... Als jij tien platen pakt en ik pak tien dezelfde platen, dan hebben wij een compleet ander feestje. Ja, het is maar net hoe je het doet, hoe je het aanpakt, hoe je draait, hoe je. Ja, er zijn ook wel artiesten of DJ's die gewoon inderdaad een uur playlist op hebben staan. Die druk op die knop en er gebeurt niet zo heel veel. Die zijn er, want die moeten ook drie keer per dag optreden. En dan weet je wel, dan in Nederland dan weer Ibiza, dan weer. Ja, maar ja. die zijn er ook. En geeft is ongelijk. Ik ken ook uh, grote DJ's die echt gewoon echt draaien. Echt, echt draaien. Die echt kunnen mixen ook. Ja, nee, maar ook. Ja, gewoon echt, echt. Snap je Ik bedoel die van tevoren, ja, wat ik net straks al tegen jou zei, voordat we gingen opnemen. Ik weet van tevoren nooit wat ik ga draaien. Ik zie wel. Ik begin ja. en, uh, uh, ja, je voelt wel aan wat het publiek en mooi ik, vindt. Ja, en... ik zit er al. Ja, ik, zo heb ik altijd gewerkt en zo. Ik, ik ben niet bezig om een playlist in elkaar te knallen. Of... Nee. nee, ik, uh, nee. Maar ja. is, zo ben ik. ik wil iedereen ja. is anders. Ik wil, uh, ja, wat ik dan mooi vind aan sommige artiesten, zoals een Armin van Buuren of Martin Garrix, het zijn ook muzikanten. Dus Martin Garrix kan ook gitaar spelen. Ja. Die zit ook, die zieltjes van hem, volgens mij in te spelen. Ik ja, maar Armin draait ik nooit dezelfde set. Ik heb dan nooit Armin dezelfde set horen draaien, nooit. Nee. nooit. nee. Maar ja, geef you hem een 909 en hij haalt er gewoon een goede beat uit. You never know what he doet. En dan vind ik dan ben je een DJ. Ja. Ja. Ja, ja, ja je bent dan, ja, een, wij noemen het dan muzikant, maar dan maak je iets uh, met een instrument wat iemand anders niet kan. En, en dat vinden zeker muzikanten... Daarom heb, krijg je dat sommige muzikanten dan denken zo van... Ja, lekker makkelijk, koptelefoontje op en, uh, en uh, ja, USB erin rammen. Omdat ik, ze niet maar... fysiek zien. Want gitaarspelen, daar doe je een paar jaar over dat je dat helemaal onder de, onder de wingers hebt. Sommigen hebben talent en die, dat is wat eerder. Maar dat is echt een vak uit oefenen. En daar heb je ook veel meer respect voor. Van ja, dat kan ik niet. Terwijl hun zin van... Ja, hallo, je doet dat erin en je ziet ze een beetje half over een knop een aaien. En uh, ja, een ja. ja, beetje vals spelen. Zo, zo voelt het dan. Je? En dat is moeilijk uitleggen dat nee, er gebeurt ook heel veel in de studio. Ze hebben ja. heel veel van tevoren al gedaan en gepraat. Ja, dat zijn ook DJ's die duwen een sticker in. En dan komt een uh, uur in één keer alles uitgevallen zonder iets te doen. Ja. Ja. Niet vaak, maar het gebeurt wel eens ooit. Ik zie dit. Ik denk, ik ben... oh. Ja, ja. Dat, kan, dat kan ook. Ja, dat kan ook, maar dan ben je ja, goed. Ja, dat kan. Ja. Ik, 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 moet, ik weet niet waarom ik aan denk, maar ik moest aan een beeld denken van de uh, Formule 1 Grand Prix in Mexico. Dat Martin Garrix zou rijden. Er kwam een cameraman iets te dichtbij en die zat ineens op de reverse knop zo. Oh, heb, heb je heb die niet gezien? Nee, heb ik niet gezien. nee want ineens stoot hij niet in die de maan. En op een gegeven moment, hij wat, wat gebeurt er nou? Dat hij de cameraman en wat? Ja, dat is dan wel links. Ja, ja precies. Dus, maar die kwam echt te dichtbij. Die kwam echt over dat, over dat dingetje en zo. Tegen, en tegen, deze... tegen het knopje aan. Poep, ja, dan gaat hij achteruit draaien. Ja, <laughs> ja, ja dat doet hij ook echt. <laughs> maar dan kan men ook achter van, zie je wel, hij kan echt wel live draaien. Hij doet het wel. Ja, ik vind het ja. mooi. Ja, natuurlijk. Ja. ja, ik bedoel, die mannen krijgen in principe niet van niks zo heel veel geld. Ze doen echt wel uh, ja. echt zijn ding goed. Ik bedoel, uh, Respect. Ja, en als ik dan ook naar zijn arme buren kijk, ik heb wel het idee dat hij heel erg in balans is. Wat Avicii miste, want die, die werd alleen maar over de klink gejaagd door zijn, door zijn manager. En uh, nou, dat is niet goed afgelopen met hem. Ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld Armin het heel erg onder controle heeft. Qua wat hij doet en wat hij wil. Dat en, en... Ja, is gewoon een doodnormale jongen. Ja. Goede gast. Ja. Je kan heel snel verliezen, jij weet het ook wel, in uh, de, de wodka die dan wordt aangeboden en de afterparty-feestjes en zo. Ja, maar, die uh, moet je ook wel aan kunnen, die levensstijl. Ja, maar het is wel respect voor de jongens die heel hele dag in het vliegtuig zitten van de ene naar de andere land, van tijdzone naar tijdzone. Dan kun je niet gekke dingen doen. Dan moet je, als je gekke dingen gaat doen, nou, dan ga je naar de kloten. Ja. ja, zo simpel is het. Ja. Want heb je die, die... vroeg ook altijd als je bijvoorbeeld in Oostenrijk gaat draaien. Ik draaide vroeger in Oostenrijk. En dan ging ik twee weken aan een stuk draaien. En dan ging ik draaien, en dan uh, s'middags draaien. Potje bier erbij, Shotje. Nog een potje bier. Ja, Nog een gezellig. shotje. gezellig. S'avonds weer draaien, tot twee uur. Hup, andere tent in, tot vijf uur s ochtends. Huuu. gezellig. S'morgens vroeg, Hm. negen uur. Oh, we gaan weer snowboarden. Ja, dan hou, je, dan hou je heel even vol. Ja. Maar geen twee weken. Nee. Dus op een gegeven moment hangt het gewoon de, de tong op je schoenen. Ja, dan is het klaar. Dan kun je ook niks meer. Dus je moet het ook zien als werk. Dus als je staat te draaien, dan moet je Zeker. ook wel... Dan, ja, ik heb het een paar keer gedaan. Maar, of een paar keer gedaan, Maar ik heb er heel veel gedaan. Maar op een gegeven moment, je moet wel gewoon normaal het zien als werk. Ja. Want anders komt het niet goed. Dus, nee, dus je het is al jong. Wat wij dan hebben bij... Uh, ja, of wij. Wij leveren helemaal niks aan Maar aan Vrienden van Amstel. Daar zie je ook... van Daar kan je ook heel snel verliezen. Als je als nieuwe uh, muzikant of als bandje of zo. Of artiest. De eerste twee, drie keer gewoon vol aan de zuip gaat. Want ja, vrienden van Amsterdam, zijn is geen uh, vrienden van Fristie. weet je al. Moet wel gezopen worden. Ja, ja maar dan ben je, lig je naar nummer drie of vier lig je eraf. Ja. En daar moet je nog echt gewoon optreden. Nou, ik heb... Uh, ja, hoe lang is het geleden? Oostenrijk. Ik kwam een vriend van mij tegen. Ik stap de lift in. Dat was een mooi verhaal. Ik stap de lift in. Er komt een kerel, een vriend van mij, uh, die altijd in, 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 in Oostenrijk is. Daar. Hé hey, Ronald, we gaan, uh, we gaan vandaag een mooie tocht doen. We gaan van hutje naar hutje. En die kent daar iedereen. Overal kreeg ik van die snappersborrels. Nou, ja, ik ben sowieso al een vuur. Ik drink helemaal bijna nooit. En als ik iets drink, dan is het meestal in Oostenrijk en hier in Nederland ja, door mijn werk, door alles. Ik drink, ik drink echt nooit. Een potje biolog uit. Dus uh, om zes uur was ik gewoon helemaal koekoek. Uh, koek, ja. En toen moest ik om acht uur gaan draaien. Oeh, ik kon de trap nog niet eens meer opklimmen. Snap je ook? Nee, <laughs> ik heb ik een uurtje in bed gelegen en toen moest ik gaan draaien. Toen hebben ze op een gegeven moment stond ik in zo'n nisje. Ik draaide toen de tijd in het apres ski in hebben ze ze uh, ik stond. Ik stond net, daar hebben ze een stuk hout achter mij geschroefd. Ja. <laughs> daar niet ik heb heel de avond tegen de hout aan staan te hangen. En heel de avond staan te draaien en alleen maar pop 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 te de microfoon. <laughs> ja, ja, nou ja, goed. Gruwelijk lachen, maar ja, goed op een gegeven moment... Op dat ja. moment niet, volgens mij. Ja, nou, voor mij wel, maar voor de... Voor de, voor de baas daar uh, die ken ik ook heel goed. Yeah. Ja. van nou, dat kan echt niet. Nee. <laughs> en dan kreeg ik op een gegeven moment borreltjes water, weet je wel, om toch maar mee te doen. ja, heel yeah. helemaal voor de wereld. Maar goed. Ja. Kan de dat achteraf wel lachen? Zijn achter, achter, achteraf zijn echt geweldig geweldig leuk. Ja, leuke natuurlijk. Dingen. Altijd lachen en uh, Ja. Ja, goed. Nu uh, ja, nu doe ik dat dus niet meer. Ik, ik draai niet meer in Oostenrijk tijdens zijn voorbij, ik bedoel. Nee. Je wordt ouder, DJ-gear wordt belangrijker. Sterker nog, dat het belangrijkste. Dus draai is ook een stuk minder geworden, ik bedoel, uh, is het niet toegenomen? Dat, dat je nu ja, het is nu hartstikke rustig geworden natuurlijk. Dat je denkt van. Nou, ik heb eentje oh, ja. alleen een bruiloftje staat uh, gedraaid. Um, ja, superleuk. Ik bedoel, uh, ik blijf het altijd geweldig vinden. Ja. Um, maar ja, het wordt wel minder. Uh, ja, je merkt gewoon dat minder wordt. Ik heb, ik sowieso omdat vanaf uh, april tot en met oktober tot en met ADE is zo druk bij deze hier dat ik sowieso geen... neem ik geen boekingen aan. Heb ik nee. van, ja, dat gaat niet meer. Ik bedoel, ik ik had de eerste uh, jaar. Vijf, zes geleden had ik nog tussen de 100 en 150 boekingen staan per jaar. Dus echt gewoon veel. Dat is zeker veel. Dat is echt ja. veel weg. Gewoon echt altijd gewoon was ik ook aan het draaien. Uh, ja. ja, dat gaat gewoon niet meer. Nee, ben je ook anders na gaan denken in deze coronatijd? Van dat je een soort van werk-privé-balans uh, anders nu ziet? Of is het zo van nou? Ik wil wel heel erg snel weer aan de slag. Als het mag. Uh, ik wil natuurlijk wel heel snel aan de slag. Maar thuis hebben we het ook gewoon ontzettend leuk gehad. Ja. Zo leuk gehad met die kleine. Ik, bedoel, ik heb er eentje van zeven. Ja, het is gewoon een geweldige vakantie gehad met die. Uh, ja. ja, een beetje scooteren, een beetje leuke dingen doen. Ja, ja precies. Ja, bedoel dat is mooi. Er zijn ook andere dingen. Ja. ja, niet dat je je kind niet waardeerde, maar. Nee, 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 nee helemaal niet. Maar nu heb je er tijd voor. Eerst je echt aandacht ervoor. Vorig jaar zei, zei ze op een gegeven moment, ik zie je papa alleen maar op FaceTime. Auw, weet je wel. Ja, 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 ja. daar ja, zijn de dingen die niet. Uh, nee. Ja. Dat is minder. Maar ja, goed, dat, dat was toen. Ja, ja. Ja, en nu is het anders. Ja, ik, ho ik hoop dat we een goede middenweg straks hebben. Ja. Ik weet nog dat een van de eerste keer dat ik een freelancer sprak... Die zei zo van, nou, als, ik hier, als we weer mogen... Ik weet één ding zeker, ik ga iets minder werken. Want die komt je zelf wel een beetje tegen of zo. Als je dus helemaal niet meer mag werken... Nou ja, ik merk nu aan mezelf, ik word natuurlijk ouder. Hè. Ik, bedoel, ik, ben, uh, ik ben geen twintig. Je zou het niet zeggen? Nee, nou, ik voel me eigenlijk wel heel jong. Maar je wordt wel ouder. Ja... Uh, ik, ik ben, uh, ja dus ja ik denk wel dat we daar op een punt komen dat, dat ik meer uh, de zaak mee ga aansturen en uh, minder met de kisten gaat lopen trekken op, op het festival hoe, ja. leuk ik, hoe leuk ik het ook vind hè? bedoel los daarvan maar nou, ja, goed die, die buitenland klussen en zo die zijn gewoon ook heel belangrijk en ja om daar goede contacten te hebben en zo dan is het, ja, als je dan alleen maar staat te werken dan kun je ook geen goede contacten opbouwen nee nee zeker snap je ik bedoel, dan moet je een goede middenweg in vinden en dan, 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 ja, dat vormschnijden snijden, uiteindelijk wel. Ja, precies. nou Dat, dat plan had ik ook met Protoon. Dat ik dacht van oké, okay, ik ga echt gewoon veel meer op de achtergrond het team ondersteunen. hun moeten gewoon de festivals draaien. En ik ga kijken wat ik daar omheen ja. kan ondersteunen. Ja, ja. En dat ik ook aan de klanten kan. Maar ik zie ook wel weer een probleem voor me komen. En ik hoop dat het niet waar is hoor. Maar dat je volgend jaar naar een festival gaat en dat het gewoon. Er is gewoon bijna geen personeel te krijgen. Dat, dat gevoel heb ik dat ik dan zelf weer wel weer moet. want... Ja, maar ja. Uiteindelijk staan er ook altijd weer nieuwe mensen op. Dat is zo, maar ze hebben dan, stel dat het ja, niet helemaal, nou, hou niet meteen. Precies, dat snap ik maar. Precies, en, um, ja. en dat is voor mij een, een ding. Want ik heb wel zoiets van een festival plannen fysiek, dat je gewoon 25 mensen in, in drie dagen de moet fietsen. Dat is echt wel een skill die je moet hebben. En de rust kunnen en ook kijken wanneer je kan pieken, wanneer je rust moet pakken. Ja. En het zijn balansen die, die leer je door de jaren heen. Uh, ja. wat je kan dus, zoals ik net al met vrienden van Amsterdam zei, als je op donderdagavond al voor bijvoorbeeld een Lowlands al meteen eraf ligt met zuipen, en je moet dan nog, ja, maar ja, ja sorry. Moet, dingen, ja, je moet dingen wel professioneel aanpakken. Ik bedoel, ja, het is, het, precies. Het is wel mooi als je een meerdaagsfestival doet en je gaat s'avonds uh, mee de kroeg in, je, maar je moet s morgens om acht uur weer uh, alle bunes helemaal goed hebben. En je ja. doet het allemaal halve bak uh, opleveren. En, uh, ja, dan, ja, zo werkt het niet. Nee. Dan ben je klaar qua bedrijf. Bedoel, precies. En zeker met je jongeren we, we kunnen echt wel een keer lol maken als het festival afgelopen is. Mm -hmm. Maar we moeten wel zorgen op het moment dat het gebeuren, gebeuren moet, dan moet het gebeuren. Punt. Ja. Ik denk dat dat bijvoorbeeld. En dan uh, niet 100% maar 1000%. Ja. Snap je? En, ja, ja. Ik denk dat, dat dat opleidingen en dat uh, stagiaires een, uh, een, een, gro een grote rol gaan spelen. Als ik nu over nadenk. Want daar zijn heel veel. bijvoorbeeld Bij helemaal Brot Academie. Daar, daar zijn heel veel studenten die ook nu. Ook dit jaar zijn, zit die klas gewoon vol. En je moet allemaal stage lopen. Ja, ik werd toevallig gisteren nog gebeld door uh, een leerbedrijf. Uh, dingen. Of wij stagiaires wilden hebben en nu weer. Ja, daar ben ik over aan aan denken hoe we dat nou gaan doen. Ja, ik ook. Want kijk, geld wordt dat een heel moeilijk ding. En dat snap ik ook wel voor hun, dat ze ook iets moeten verdienen. Maar ja, als er bij ons geen rode... Nee, nee maar ik, ben, blij, door ik door ben op dit moment blij dat ik mijn eigen mensen aan de gang kan houden. Snap je? Ja, ja precies. Stagiaires rondop lopen die ook weer werk van onze eigen mensen gaan doen. Ja. Ja, ja. Ja, ja goed. Ja, daar, ja. Nee, dat, dat... Ja, goed. Ja dat wordt een beetje ook daar een balans in vinden ja juist je moet daar wel een balans in vinden Anders, ja. Ja. want ik zie ook hele andere taken voor stagiaires nu bij Proton want ik, ik wil ook een YouTube kanaal beginnen dus dan denk ik zo van nou ja dan doe ik iemand van de filmacademie plus iemand van de Helemaal brood die het geluid doet ja en dan zeg, we zijn nu we zijn nu met een uh, nieuw bedrijf begonnen uh, used gear gebruikte DJ apparatuur verkopen nou, Dat gaat heel erg goed dat doen we al nou een week of zeven mm -hmm. ja, we zitten nu ook in het winkeltje van used gear dus, uh, Oké, okay, ja. Nou ja, je kan een beetje pluggen, want ja, nee, ja, goed. En, 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 ja, ik wilde gewoon, maar dat wilde ik al voor de coronatijd om meer omloopsnelheid in de apparatuur, om de kwaliteit van Digi hier nog hoger te krijgen. Ja, ja, ja gewoon goede, ja, alles gewoon te verkopen weet je wel uh, iedere mixer iedere speler die hier de deur uit gaat uh, die nou verkocht wordt aan, uh, aan iemand aan een bedrijf of aan een particulier of een maakt niet uit die is tot de laatste schroef uit elkaar geweest helemaal gemaakt helemaal top 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 precies in orde weet je wel ja. en uh, ja gewoon goede producten verkopen ja. en daardoor kunnen we ook weer nieuwe spullen kopen en, 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 ja. en daar, uh, ja nou wat wat je nu zegt volgens mij dat is bij mij ook gebeurd um, um, je gaat ineens dingen opstarten als je de tijd ervoor hebt die je altijd al hebt willen doen ja, nou ik had, ja, ik had uh, used uh, DJ ja, gear, of uh, DJ gear sales, of hoe je het een beetje wilde noemen. Yeah. Die, zat al, die zat al heel lang in mijn hoofd, om, om daar iets mee gaan te gaan doen. Maar door de drukte en door, 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 door het rennen, want ja, het seizoen werd steeds langer, hè, steeds breder. en Steeds, uh, ja, ja, steeds ja. meer je, je ook. Je ziet ja. wel door die uh, Middle Beast en alles, de december, uh, ja eerst was december uh, ja, ja. spulletje met oud en nieuw en met kerstmis een beetje. En, uh, ja, een beetje gewoon. Kort donderdag bij wij spreken gewoon ja, nee, de, de, de deur, in ja, onze doen. Ja, een paar festivaltjes, maar niet heel veel. Zeg maar. In één keer heel. Dus die liep het seizoen af. Maar door die verspreiding van het seizoen. en langer uitrekken van het seizoen. Ja, had je ook geen tijd om. Eerst deden we in de winter al dingen bedenken. Weet je wel? Mm -hmm. ik bedoel, uh, ja. Ja. Ik, de, de wasstra, we hebben een wasstra bedacht voor. Uh, voor ja, dat is gigantisch voor, mooi, voor, man. Die komt hier ook af en toe voorbij. Ja. een hele wasstraat gewoon een auto... Ja, veel mensen weten het niet, maar een, een Ja, jullie het mij zien toen bij, bij, bij Proto en op zo'n filmpje zo dat er ja. gewoon letterlijk een cd-speler op een band ging. Ja. en En oké nou eerst foam eroverheen volgens mij ja, ja, en toen en, uh, borstelen. borstel eroverheen, ja. lucht eroverheen. Ja, het werkt heel erg goed. Maar omdat we er zoveel hebben, heeft dat ons vorig jaar uh, erg goed geholpen om, om, om spullen gewoon op tijd en snel en Ja. Het scheelt gewoon ja, het scheelt gewoon echt heel veel. Nee, maar ook weer, het is iets uh, innoveren, want zoiets bestond nog niet. Nee. Het is wel nee, ja, ja zo, zo probeer ik elke keer iets nieuws te bedenken. Die DJ-rails, we hebben, we hebben nu ook weer, uh, weer iets nieuws bedacht. Uh, we hebben een, een, een soort bak waar een, een zonnekap in kan, waar de hele infra in zit. Dus ja. voor de standaard IDM, uh, hardstyle, hardcore feestjes, leggen we zo'n ding erop, elk erop. Ja, dat kunnen we gewoon heel snel. Kunnen we gewoon een bune uh, aansluiten. De kabeling zit er helemaal in. Gewoon ja. Klik, klik, klik en huppakee. Ja. En go. Ja, daar hou ik van. Ja. ja, wij ook. Ik probeer gewoon dingen te bedenken waardoor we nog sneller en nog beter. En, en ja. ja. Nou, bij ons ook, we hebben dan. Uh, eindelijk is die nu wel uit. De uh, DJ-tafel 2.0. Die noemen we echt al drie jaar zo. Die is nu ook echt af. Echt voor het seizoen al. Uh, nu, nu doen we er niks mee. Maar dat was ook zo'n DJ-tafel. Je kent zo van Proto. Gewoon zo'n ja, stalen frame. En stalen dan frame is een wiebel Precies. Nou, er zit nu een bak in. Dus je kan je hele infra erin doen. Twee van die sleuven aan de zijkant er zit een kleppie. Dus je kan hem openmaken, alles erin doen. Kan aan de zijkant kunnen de kabels eruit. En dan kan je ook daar weer bijvoorbeeld de laptop opzetten of zo. Ja. Aan die kant. Maar het is gewoon helemaal schoon. Ja. Het, het hele uh, wat ja. normaal gesproken dan krijgen ze een doekje eroverheen. En ziet het al heel slordig uit. En ook onder in de bak zitten dan twee van die gaten. En dan kan je inderdaad je C-vorm of whatever eruit laten lopen. En dat ook weer bekabelen of vastzetten aan de onderkant van die tafel. Ja. En het is gewoon een totaal clean tafel. Ja. En uh, nou die is nu uit. En die wordt ja, niet nodig. Maar het toch met innoveren. Nee, ja, weet zelden, je? We, we hebben die railsystemen, we hebben een IDM rail en we hebben een techno rail. We hebben net voor de corona begonnen, hebben we, ik weet niet hoeveel techno rails bijgebouwd, een stuk vier vijf. Die staan nu allemaal klaar. Daar zijn we nu uh, karren voor aan het lassen. Op het moment dat we weer kunnen, hebben we daar alles klaar. Ja tijd die we nu hebben, moeten we wel benutten om, om te zorgen, dat als we weer aan de gang kunnen, dat we gewoon... Uh, op zijn klaar tip bent. Kijk, hier heb je de, heb je de wasstraat. Ja, dus echt. Mensen als ze luisteren in de auto, kijken ook op YouTube, dan zie je het ook voorbij komen. Dit is wel... Dit is weer een ander filmpje volgens mij. Ja, dit is een nieuwe. Maar... Uh, Hij is allemaal geautomatiseerd nu. Hij ja, ziet met, met oogjes en zo. En, uh, Marik die bij mij werkt, die, uh, die altijd alle mainstages doet, is dus van Willy Wortel. Yeah. Die heeft het allemaal gemaakt. Ja, we hebben ons alleen al het maken van dit ding... Ja. We hebben iedere dinsdag we hebben we bijna een jaar aan gewerkt. Iedere dinsdag een stukje. We hebben zoveel lol gehad. Alleen maar, alleen maar al... Ja, foam erop. Ja, ja want het, het sprayen was er in het begin dat je zei... van Er wordt nog een dingetje, want... Ja, en ik dat... was met die borstels bezig. Hè. Hoe shit hoe moet ik nou een borstel? Ik was al... Uh, ja, we hadden uh, gewoon handdoeken kapot geknipt. En, uh, en op een gegeven moment liep ik door de action. Ja, ja, de action. En toen kwam ik die... Uh, die, uh, die uh, vloer uh, moppen tegen. Die waren yeah. toen de aanbieding. Die heeft toen een hoop meegenomen. <laughs> Door midden geknipt. Mijn vrienden eraan laten naaien. aan Zo'n uh, caravan page. Ja, gewoon lachen. Maar het werkt echt perfect. Het Ik werkt het, ja. echt perfect. Ik vind dan, het zo en dan, lachen. En dan rolt hij zo de hal in. Naar de, naar de checktafel. En dan wordt alles gecheckt. En dan een keer alle knoppen getest. Alle uh, UTP-port-toestanden. Alles wordt gewoon. Uh, ja. En dan is hij gewoon helemaal schoon klaar. En dan kan hij zo op. Ja, dit, 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 dit is te gek man. Ja, ja die kunnen we met back doen, denk ik. Gewoon een gitaar of wat dan halen. Nee, maar dit kun je ook alleen maar doen op het moment dat je massa hebt van een bepaald product. Ja, ik, ik, ik. Um, kijk, um, mengtafels zijn, moeten we nou nog maken. Een, een DM900 kan er bijvoorbeeld nu op dit moment niet op. Omdat uh, er komt te veel wrijving van die paardenharen of van die andere, waardoor de knoppen zacht worden. Oh, oké. Okay snap je? wordt warm. Dat is, warm ja. ja, dat wordt warm. Dus die paardenhaar, dan moet daar een sensor hebben dat je gewoon ziet van, oh, dat is een, dat is een uh, mixer. Oh, dan moet ik die even niet doen. Ja. Die moet even uit. Ja. Of in kan, fases dat je eerst LCD-spelers doet. de rest kan wel. Ja. Snap je? Ja. En, maar, ja goed, er zijn allemaal van die. Ja. ondervindelijk? Uh, ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik ja, ja, ik van. ook. Ja. Ik, vind het sowieso leuk om dit soort dingen allemaal uh, te doen en, uh, Ja. Ja, en ik zeg al alleen al de lol die we hebben gehad met het maken van dat ding. Elke keer weer iets proberen en. Uh, ja. Goed. Ja. Ja. Ja, prachtig. Ja, dat is ja. prachtig. Ik bedoel, ik vind, ja, het heeft natuurlijk wel geld gekost, maar het levert ook wel echt geld op. Ja, maar het is ook de moeite om het te, te maken. Weet echt, je? Vroeger waren wij gewoon met onze spullen tweeënhalf, drie dagen in de week alleen maar aan het poetsen. Geestdodend poetsen. Poetsen, 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 poetsen. Schoonmaken, controleren doen. Ja. En nu doen we dit gewoon een anderhalf dag. Uh, jaar, dan kan je de pauze doen. jagen gewoon heel het bedrijf erin, bij wijze van spreken. Ja. ja. Het gaat echt snel. Het ja. gaat echt, en dan kun je met twee, drie mannen achter elkaar controleren. Ja, het is gewoon top. Ja. Ah, het filmpje is afgelopen en dan ga ik ga ook de laatste vraag stellen. Ik zit zitten we een uurtje te, te ouwehoeren. Oh, het dus gaat zet... snel. Ja, ga gaat snel hè? Ja, uh, ja, bijna, ja, ja. ja bijna een uur. Uh, mijn laatste vraag is altijd, uh, wat ga jij uh, samen met corona niet missen in onze evenementenbranche? Wat mag er wat jou betreft ook gewoon wegblijven? Ina. Wat mag er wegblijven? Oh ja, dat weet ik al. Al die idioten die altijd backstage lopen, die er helemaal niks te zoeken hebben. Dat is echt een DJ-probleem. Jezus Christus. Er <laughs> lopen altijd mensen rond. Ik denk hoe komen die hier aan een bandje? Wat komen die hier doen? In godsnaam. Oh Blijf alsjeblieft weg. Weet je ik al? moet meteen aan een appelsap denken. Toen ik daar was met dat ene drumstel. Uh, dat was het live bandje dan echt op zo'n, uh, ja, hoe noemen zo'n achthoekig podium ook alweer? Dat in het midden in een park staat. Ja, zo'n zo uh, kiosk. Ja, zo'n zo ding. Kiosk. Pireltje, ja, nou, op een gegeven moment daar ook echt gewoon 30, 40 man gewoon echt achter de drummer ook tegen die microfoon zaten dansen en te moeilijk te doen en zo. Ja, en ze hadden allemaal het goede bandje om. Ja, echt. Ik, 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 sta, ik verbaas mezelf op heel veel festivals. Dat ik denk van, ja, wij moeten ooit moeilijk doen om een bandje ergens voor te krijgen. Ja, wie ben jij? Ja, ik vraag tegenwoordig altijd voor het, als ik binnenkom op een festival, ik kan het ook echt mee op de bühne, hè? Ja, en dan zie ik mensen op de bühne staan en ik denk, ja, wat doen? ja goed ja, dat is mijn... Uh, ja, nee, dat ja, het ja. we maken het ook wel met een Antoine genre mee in de backline dan, dat er ineens een hele possie achter staat. Hè? Ik denk van... Uh, nou goed, ja. Ja, bedoel, sommige festivals die willen het graag. Ja, tuurlijk. Hoort een beetje bij de uitstraling ook. Ja, je een timer op, je hebt juist achter de dj heel veel... Ja, dat is ook weer techno, dat is anders. Dat is anders, weet Je, ja, je zit ook helemaal niet in de maar, weg. Nee, maar soms dan... Ja, er zijn alleen maar van die roofdieren die proberen de koelkast leeg te roven, zeg maar, snap je? Ja, ja, ja. dat was, daar ook, was daar ook zo. Echt alleen maar, ja. die zijn er alleen maar op uit om de koelkast leeg te zuipen. En ja, ja, ja goed. Ja, en te weinig security. Die mogen van mij na de corona lekker voor de hekken gaan staan. Vind ik een hele mooie afsluiter, man. Ja. Hé, <laughs> hey, dankjewel dat ik hier lang voor komen. Dat ik even ja, weer met je kon weer, oude hoeren. Het was weer gezellig, zoals altijd. Het is altijd gezellig hier. Altijd, een, ja. 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 we kunnen ja, wel... We nou hadden... uh... nee, ja, ik zeg al, Proto en DJ hebben veel raakvlakken en we hebben altijd heel veel leuke contacten gehad met, Erik, met iedereen altijd zeg maar. Nou, ja, ik, bedoel, ik heb al zo vaak op een festival gehoord zo van DJK is toch van Proton, omdat er altijd erbij zat, zo van en ja. zei van nee, dat is, ja, ja, zijn echt twee begin, omdat we vanaf het begin af aan eigenlijk uh, opgetrokken hebben. Ja, en die samenwerking is zo vloeiend. Ja, er is nooit geen onvertogen woord gevallen met niks, dus super fijn. Nee, nee en dat maar dan vind je, ik het al Zo zit, ja, je weet hoe ik ben. Ja. Ik vind de contacten onderling met iedereen vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan komt de rest komt vanzelf er achteraan gewandeld. Ja, precies. En ja. mooie spullen hebben. Dat is ook. Uh... Ja, goed, je kunt je goed doen. Dat is een ander ding. Maar ja. ik vind het wel heel belangrijk om gewoon de contacten gewoon goed te hebben met iedereen. Ja, precies. Nou, daar hebben we nu mooi tijd voor, toch? Vandaag met die podcast, ik, dit is nummer 33 alweer. Dus nou. ik spreek wat mensen. Ja, zeker. Heb je ze met Formule 1, met Max Verstappen of helemaal niks? Ja, ik vind het oké okay. Ik vind Formule 1 altijd al mooi. Dus, uh. Oké, okay. nou ja, jij hebt dus de eer om nummer 33 te hebben. Ja, dank je. Je mag, je mag het archief? Ja. Hé, hey, dankjewel. Uh, en uh, voor de luisteraars en uh, kijkers, uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende, tot na de pauze. Tot na de pauze.